morgen wel eens. Oké, baas, haal ik de ene helft vandaag en krijgt u de andere helft morgen. Ja, en vraagt er meteen in de winkel wat ze voor jouw hoofd bieden als broodje ei. Hè? Weet je wat, Willy? Het zou voor jou zo'n kleine moeite zijn, hè, om mij een ongelofelijke dienst te bewijzen. Zeg maar wat ik voor u kan doen, baas. Oh, ik zou willen, hè, dat je uit jezelf dit bureau verliet, zodat ik je er niet uit hoef te schoppen. En Miss Dimple, wilt u dan meteen een bordje op de deur hangen? Jongen gezocht? Hoeft niet, Miss Dimple. Dat bordje heb ik vanmorgen zelf al opgehangen. Ik ga hier namelijk weg. Jij gaat ons verlaten. Ravelli, schud me de hand. Ik wil dat jij de eerste bent die me daarmee feliciteert. Miss Dimple, ik ben op mijn privékantoor. Roep me zodra de heer Ravelli verdwenen is. Kom voor elkaar, meneer Flywheel. Ik vind persoonlijk heel erg jammer te horen dat u gaat, meneer Ravelli. Hebt u mij horen gaan dan? Want gek, want ik ben er nog steeds hoor. Miss Dimple, heeft u mijn hoed misschien ergens gezien? Uw hoed? Maar die hebt u op uw hoofd. Nou, laat hem maar. Zoek ik er een andere keer nog wel eens naar. Binnen. Hé, hey, dame. Ben je op zoek naar een jongen? Nee, dan moet je bij de heer Flywheel zijn. Ogenblikje, ja. Dat is toevallig mijn bordje dat daar op die deur hangt. Ik zoek een jongen voor me te werken. Hé, hey, knul, wil jij een baan? Ja, licht, hé. Waarom denk je dat ik anders hier binnenkom? Oké, je bent aangenomen. Ga aan je werk. Ja, hé, hey, rustig, hè. Wat moet ik doen? Op de eerste plaats noem je mij voortaan baas. En ten tweede ga je naar buiten en je zoekt een baantje voor mij. Baantje zoeken voor jou? Ben je wel lekker, meester. Waarom zoek je zelf geen werk? Beetje meer respect voor je baas graag, ja? Oké. Okay. Toen ik zo oud was als jij, was ik heel wat bij de hand te horen. En toen ik jouw leeftijd had, was ik niet eens zo oud als jij. Hé? Ja, toevallig. En toen ik jouw lengte had, was ik ook nog een stukje kleiner. Heb jij eigenlijk wel een schoolopleiding gehad? Ja, natuurlijk heb ik een schoolopleiding gehad. Oh ja? Dan ken je misschien mijn broertje Tony wel. Die is ook naar school geweest. Oh ja? En in welke klas zat hij dan? In elke klas. Hij is conciërge. Ja, hè? Moet ik even lachen, comedian? Baas, hè? En nou, we moeten het toch even over geld hebben. Als jij een baantje voor me vindt, betaal ik je de helft van het salaris. De helft van het salaris? Nou, dat klinkt niet gek, hè? Je vindt het wel leuk klinken, hè? Ja. Oké, zeg ik het nog eens. Maar dit keer geef ik toch maar een kwart van het salaris. Ja, hé, rustig aan even. Ik begrijp het goed, hè? Als ik voor jou een baantje vind, dan betaal jij mij in ieder geval een kwart van je salaris. Dat is mijn voorstel. Nou, wat voor werk zou je dan willen doen? Maakt me niet uit, als jij het maar leuk vindt. Wat ik leuk vind? Maar jij gaat toch werk doen? Ik? Waarvoor denk je dat ik jou een kwart van het loon betaal? Ja, hallo, hé, waar zie je me veranderen? Heb je dan helemaal geen ambitie? Wil je later nog een echte baas worden, net als ik? Ik zou me rot schamen. Oké, jongen, dan ben je bij deze ontslagen. Daar is de deur. Ja, precies, drankneus. En als ik die dicht smijt, dan klinkt dat zo. Hé, hey, baas. Ben je er nou nog steeds? Ik dacht dat jij... Ik heb nog geen nieuwe baan gevonden, baas. Oh, waarom probeer je het niet bij die bank, zeg? Een paar huizen verder. Die zoeken een nieuwe kassier. Ja, ze hebben net gisteren een nieuwe kassier aangenomen. Ja, ja, en daar zoeken ze nou naar. Samen met de politie. Weet je, kassier op een bank, dat is helemaal geen gek baantje, hoor. Wat zal het helemaal betalen? $25 per week? $25 per week voor een kassier? Nou, als ik jou was, bood ik ze $50 per week. Oh ja, en als je dat dan toch werkt, hè? Wissel voor mij dan even dit briefje van $9. Je begint te malen, baas. Er bestaan helemaal geen briefjes van 9. Oh, nee, nee, het is toevallig een heel officieel briefje, hoor. Van het gasbedrijf, hier staat het. Kijk maar, $9. Of ze komen het gas afsnijden. Nou, laat me zitten, baas. Ik denk dat ik gewoon probeer om zelf een nieuw baantje te vinden. Geef me de krant maar eens. Kijk eens aan. Weet je wat hier staat, baas? Ravelli, hoe kan je nou zo een baantje vinden? Je kijkt onder de rubriek verloren voorwerpen. Dat is toch prima? Iemand heeft misschien een baan verloren. En dan lees ik dat en dan ga ik zoeken. Het belachelijk, jongen. Geef je die krant. Hier. Oh, kijk eens. Gevraagd waakhond. Dat lijkt me nou wat voor jou, zeg, hè? Na korte inwerkperiode moet je toch in staat zijn alles te doen wat een hond kan. Ja, baas. Dat baantje neem ik. Ja, maar momentje. Wacht even. Lieve hemel, zeg. Hier staat iets over een hond die $1000 waard is. $1000? Dat kan toch niet, baas? Hoe kan een hond daar zoveel geld op sparen? Ja, stil nou even. Het is ook interessant, zeg. Verloren mijn kleine bruine Pekinees. Daar heeft de politie mijn broer nog eens voor gearresteerd. Gearresteerd? Voor wat? Hij rolde 10 portefeuilles op een dag. Een ras echte Pekinees. Flywheel, Sjaister en Flywheel? Ja, die is hier, hoor. Momentje. Meneer Flywheel, ik heb hier iemand die even met u wil praten. Ja, Miss Dimple, u ziet toch dat ik de krant aan het lezen ben? Zegt die meneer dat hij even moet wachten? Oh. Waar was ik? Oh ja,
verloren mijn kleine bruine Pekinees, luisterend naar de naam Foe Foe. Schrijf het even op, wil je, hè? Foe Foe. Terug te bezorgen bij mevrouw Dalloway, 87 Braakstraat. Beloning $500. Meneer Flywheel, ik heb hier nog steeds die man aan de telefoon. Wachten laten, stiekem laten wachten. Ravelli, heb je dat gehoord? $500 beloning. Meneer Flywheel, die meneer aan de telefoon begint ongeduldig te worden. Hij zegt dat hij dringend een advocaat nodig heeft. Een advocaat? Hang dan gelijk maar op, zeg. Vanaf vandaag zijn we hondenmeppers. Advocatenkantoor Flywheel, Schuister en Flywheel? Ja, ja, ik ken u wel. U bent de kleermaker van hieronder. Ja, ja, dat spijt me als u last heeft van het geblaf. Maar ja, als meneer Flywheel in zijn kantoor honden wil houden, is dat zijn zaak, lijkt me zo. Oh, oh, als u met hem wilt praten, dan roep ik hem even, hoor. Meneer Flywheel! Meneer Flywheel! Ja, meneer Dimpel! De kleermaker van die honden wil even met u praten. Ja, dan moet hij even wachten, hoor, want die honden waren er eerst. Dus die gaan voor. Nou, ik zal hem even zeggen dat hij nog niet aan de beurt is. Ja, wat gek zeg, hij heeft opgehangen. Willem? Ja, excuseer, ik ben de kleermaker van hieronder en... En geeft u dan het recht om zonder kloppen hier zomaar binnen te vallen? Ik heb geklopt. Ik heb al 3 keer geklopt. Nou, ik heb het al eens maar 2 keer gehoord, hoor. Ik zou dus maar naar buiten gaan als ik u was en voor de zekerheid nog een keertje kloppen. Meneer Flywheel, ik ben dat hondengeblaf meer dan zat. Ja, maar dacht u van mij, zeg? Waar kom ik me daarover bij u beklagen? Nee, natuurlijk niet, maar u heeft ook niks te klagen. Niks te klagen? En die laatste broek dan, die u voor me gemaakt hebt? Aan de hele gulp, geen enkele knoop. Maar meneer Flywheel, dat was een broek met een rits. Ja, ja, dat weet u. Het is dat Miss Dimpel na een poosje door had hoe zo'n ding werkt. Ja. Anders loop je toch maar mooi voor joker. Ja, maar luister nou toch. Ja, laat ons dan niet opwinden. Laten we onze zaak in harmonie bespreken. Gaat u zitten. Mooi, hier, kijk eens, neem een sigaar. Oh, jammer dat hij geknakt is. Ja, maar heel vriendelijk van u. Als u het niet erg vindt, rook ik hem vanavond op na het eten. Nee, rook hem nou op, joh. En je lust vanavond je eten niet meer, spaart een hoop geld uit. Meneer Flywheel, er wordt aan de deur gekrapt. Oh, nou, zijn rare plaats, Miss Dimpel. Laat maar binnen. Dan kan die mij krabben, maar het jeukt op mijn rug namelijk. Rustig, gekje. Ah, goed zo. Nou, flip ga liggen, hè? Nou, baas, kijk eens. $500. Ravelli, bij deze ben je weer in mijn dienst, kerel. Waar is het geld? Nee, ik heb het geld nog niet. Ik heb Foe Foe gevonden. Maar als wij hem nou naar zijn baasje terugbrengen, dan krijgen wij die $500, hè? Ja, zie je, baas, hoe ze een orde spits als je zijn naam noemt. Oh, waarom kijkt die hond zo gemeen naar me? Ja, hoe zou u kijken als ze u Foe Foe noemde? Ik blijf het een schande vinden, alweer een hond in dit gebouw. Dat zijn er dan alles bij elkaar al 13. 13 honden in mijn kantoor? Dat is het ongeluksgetal, Ravelli. Verlaat onmiddellijk dit pand. Maar baas, dat is toch niet eerlijk? Nou, vind ik die hond, we gaan samen de beloning ophalen. Ja, ik weet het nog zo net niet, hoor, Ravelli. Die dame zei in de advertentie dat de hondje bruin is. Ah, dat mens kent haar eigen hond niet, baas. Iedereen kan toch zien dat het beest zwart is? Haal die hond op, maar. Hij bijt me. Hij bijt me. Wat is dat voor een stomme hond? Blijf van de kleermaker af, schiet hem. Zeg, Ravelli, kent die nou dat spreekwoord niet? Dat blaf van de honden niet mogen bijten. Ik zag het meteen. Die hond is vals. Ach, wel nee, die hond is niet vals. Die hond heeft alleen maar honger, hè? Haal dat kalf van me af. Dat is toch geen kalf, meneer? Je ziet toch meteen dat dit een raszuivere Friese staan dat Pekinees is? Raszuiver, meneer. Dit is een vieze bastaard. Vieze bastaard? Man, dat is juist heerlijk. Ik doe overal bastaard in mijn yoghurt, mijn spaghetti en een zak gekookt eitje lekker. Oh, jee, daar heb je niet erg veel. Oh, en hij staat nog stijf aan de vloot. Oh. Ga dan maar rustig aan, hoor. Eén vlootje meer of minder zal hem echt geen kwaad doen. Oh, dat gaan ze weer. Oh, dat geblaf, ik ben er gek van. Die honden moeten dit pand uit, al moet ik ze persoonlijk stuk voor stuk wegdragen. Luister, kleermaker, ik doe je een voorstel, hè. Je mag ze allemaal hebben, inclusief Foe Foe, voor $500. Ja, en die Foe Foe, dat wordt uw lievelingshond, let maar op.
zal hem speciaal voor u nog een paar kunstjes leren. Hé, hey, onzin, Ravelli, je kunt een hond toch niks leren? Tenzij je zelf meer weet dan die hond natuurlijk, hè? Nou, moet u eens goed naar mij luisteren, meneer Pfeiffer. Ja, ik weet precies wat u zeggen wil. U bent bang dat deze hond geen stamboom heeft. Nou, toevallig weet ik uit zeer betrouwbare bron dat deze hond uit een heel wat betere familie stamt dan u zelf. Het is nog sterker. De vader van deze hond heeft de eerste prijs op een kattenshow gewonnen. Eerste prijs op een kattenshow? Trots stond hij op het ereschavotje. Hij had de prijswinnende kat opgevreten. Meneer Flywheel, u schijnt helemaal te vergeten waarom ik hier ben. Zeker niet, zeker niet. U wilt deze hond voor $500. Wel, dat is dan bij deze afgesproken. En als u me nou wil verontschuldigen, dan zou ik Foe graag een uurtje willen lenen, hè? Zodat ik hem naar zijn baasje terug kan brengen om de beloning in ontvangst te nemen. Ik sta hier mijn tijd te verdoen. Deze honden zijn binnen een kwartier het pand uit of ik waarschuw de huiseigenaar. Goeiedag! Oh. Nou, baas, veel meer dan die $500 beloning zit er geloof ik niet in. Zullen we Foe dan maar gelijk even wegbrengen? Dat heeft toch geen zin, meneer Ravelli? Oh. In die advertentie stond toch duidelijk dat het een bruine hond was met witte stippen? Ja, Miss Dimple heeft gelijk, meneer Ravelli. Als we te lui zijn om een paar miserige witte stippies op die hond te kalken, dan verdienen we die beloning ook niet. Vooruit, ga onmiddellijk ergens verf vandaan halen. Hey, baas. Ik voel er niks voor om helemaal naar mevrouw Delewis huis te lopen. Mijn schoenen doen zozeer. Oh, nou, die van mij zitten heerlijk, hoor. Alleen mijn voeten doen een beetje pijn. Tja, pak die hond op, joh, dan nemen we die tram die daar net aankomt. Nee, baas, we kunnen beter bij de halt aan de overkant opstappen. Ja, maar die tram rijdt toch de verkeerde kant op? Ja, maar daar zijn nog zitplaatsen vrij. Ja, nou, niet zeuren, Ravelli. We nemen deze tram. Zo, voorzichtig. Hey, denk aan het opstapje. Allemaal binnen. Jop. Hey. Hé, heren, geen beest op de tram, hè? Dat ken niet. Kan niet, moet je eens opletten. Hé, Foe, 1, 2, 3, hupsakee. Zie je dat je het kan? Dat hebben wij nog niet eens geholpen. Honden verboden. Je ziet dat bordje daar toch hangen? Ik wel, maar deze hond kan nog steeds niet lezen. Nee, maar jij toch wel? Meneer, dat komt de deur met vleierijen, bereik je niks. Trouwens, als je het lef hebt, hè, om één hand uit te steken naar die hond daar. Maar, wat dan, mannetje? Nou, dan zullen we de hond weer helemaal opnieuw moeten wassen. Hé, haal die hond tegen hem, mag niet naar binnen. Oké, ik pak hem wel even. Helemaal niet. Jij gaat pas naar binnen als ik eerst voor je plaatskaartje betaald heb. Hé, ik vertrouw je voor geen sterven, weet je. Meneer, ik protesteer. Mijn assistent is een door en door eerlijk mens, heus. 5 jaar lang heeft hij in het gemeentelijk badhuis gewerkt. En nog nooit heeft hij daar een bad genomen. Kom allemaal wat zijn maar, hè. Nou, hier is je klein geld, hè, alsjeblieft. Kleindenkende man. Ja. En die andere piegel dan? Betaalt u daar ook voor? Betalen voor hem? Meneer, al kon ik hem gratis krijgen, dan zou het antwoord nog nee zijn. Vlug, baas, laten we nou naar binnen gaan, anders gaat die dikke mevrouw op onze plaats zitten. Oh ja, eerst betalen jij. Betalen? Mijn baas heeft toch net voor me betaald? Oh ja, nou, er zijn toevallig 12 mensen in deze tram. En ik heb maar 11 kaartjes verkocht. Ra, hoe ken dat? Misschien heb je zelf vergeten te betalen. Waar blijft mijn geld, wijsneus? Oké. Kalm aan. Hier heb jij een kwartje en laat het verschil maar zitten. Een kwartje? Dus sinds wanneer smijt jij je geld over de bolk, Ravelli? Niks aan de hand, baas. Het was een vals kwartje. Dan nog is het overdreven, Ravelli. Je had hem toch net als ik een vals dubbeltje kunnen geven? Hier, Foe, zit! $500! Maar moesten we nou ook nog weer uitstappen, Ravelli? Oh jee, ik ben het liedje vergeten. Ik ben een beetje misselijk straat. Ben een beetje misselijk straat? Braakstraat! De eerste volgende halt is Braakstraat. Dat was een bas. Kom op, Foe, we gaan eruit. Ja, gauw, hè. En vergeet je schoothondje niet. Was onze genoegen, hoor, conducteur. Hé, als u hier nou een half uurtje kan blijven staan, dan rijden we straks met plezier weer met u terug. Ach, vent, stort in elkaar. Kijk eens aan, zeg, hier is het, hè, dit hoekhuis. 87 Braakstraat. Ja, jij herkent je huisje natuurlijk, hè, Foe-foetje. Nou, dan ben ik wel maar aan. Wat kan ik van de heren doen? U bent mevrouw Dalloway? Jazeker. Nou, laat die 500 flappen dan maar even komen, mevrouwtje. 500 flappen? Dollar, beloning. U staat op het punt uw kleine voetje terug te krijgen. Ach, maar waar heeft u het over?
Die hond is helemaal niet mijn foefoetje. Mijn foefoetje was vanmorgen al terecht. Ah, daar heb je hem net. Kom maar hier hoor, schattenbout. Niet te ver van de mama vandaan. Ja, maar ziet de mama dan niet dat ze helemaal bedrogen is, mevrouwtje? Huh? Dit wormel is een indringer, een fraudeur, een wolf in schaapskleding. Oh ja? Ja. En kijk dan eens naar die hond van u. Dat beest zit helemaal onder de verf. Uw gezicht zit ook helemaal onder de verf. Maar dan ziet er van de helft nog niet zo goed uit als die hond. Niet overdrijven, Ravelli. Mevrouw ziet er niet zo goed uit als onze hond, maar op zich mag ze er best wezen. Voor een vrouw. Nou word ik toch aan mijn eigen huisdeur nog beledigd ook. Mevrouw, als u nou het solide advies van een advocaat wilt, wat in uw geval maar $50 extra kost, wees dan verstandig, stop nou met argumenteren, hè. Betaal ons gewoon die $500. Oh, die enge hond. Hey. Oh, alsjeblieft, haal die griezel bij me vandaan. Oh, oké. Hij heeft me beter. Ik heb het zeker. Hij heeft het tanden in me gezet. Je mag toch niet in je bazinnetje happen, hè? Happen doen we in de koek. Ja, sta mij toe mevrouw de schade even op te nemen, hè? Nou, nood valt gelukkig erg mee allemaal, hè? Niets dat niet met een klein kusje zou kunnen genezen. Oh, een kusje, hè? Maar mijn lieve meneer, ik ken u nou wel eens. Ah, mevrouwtje, wat doet dat er nou allemaal toe? We leven toch maar eens, nietwaar? Kom, foefoe, geef de dames een kus. U ellendeling. Ik wil u nooit meer zien. Ik heb hier schoon genoeg van. Hier, en nou is Foefoetje ook nog helemaal van streek. Oh, mijn oepsie-doepsie. Foefoetje, oh, kom maar gauw bij de mama, hoor. Is dat dan weer voor een taalbaas? Oh, let maar eens op, Ravelli, hè. En nou gaat oepsie-doepsie de mamaatje toch niet haar leertje, peertje, meneertje. Zijn flotsie-potsie $500 door zijn grote, maar oh, zo schone Nina-neusje, boor. Is het wel, hè? Oepsie-poepsie, mamaatje. Oh, baas. Wat spreekt u toch een hoop talen? Jammer dat u nooit betalen hebt geleerd. Gaat u onmiddellijk van mijn stoep af. U krijgt van mij geen stuiver. Ja, maar toch geen cent. Toch wel die schamele $500. Geen duits. En de kosten dan die wij gemaakt hebben? De verf? Ja, die smeert u maar in uw haar. Oh. Ik wil niets met u, nog met die vrouwje baal daar te maken hebben. Bah, ik groet u. Nou, dat is een mooie foefoe, zegt die jij gevonden, Ravelli. Je hebt het weer helemaal voor mekaar, hoor. Ik zal je dit vertellen, hè. Als deze hond een stinkdier was, dan zou het verschil tussen hem en jou niet eens zien. Laat staan ruiken. Maar toch wel eens ik mijn hoed op zou houden. Ha! Geintje, baas, maak je geen zorgen. Ravelli is in top voor hem vandaag. Nou. Ziet u het huis hiernaast? Waar de buren van mevrouw Dellaway wonen, zo gezegd. Ja, natuurlijk. Die mensen hebben een beloning van maar liefst $700 uitgeloofd voor wie een hond terugbrengt. En ik denk dat dit hun hond is. Waarom denk je dat? Waarom zou dit creatuur toevallig van die mensen zijn? Niks toevallig, baas. Ik heb hem hier vanmorgen zelf gestolen.